Welkom bij een nieuwe aflevering van Goudkorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brands, ik ben Edelmetaalspecialist specialist bij Gold Republic. Ik begin vandaag even met een leuk nieuwtje. De afleveringen van Goudkorts en Goudkorts gasten zijn vanaf heden ook te beluisteren als podcast. Hieronder in de beschrijving vind je de links. Vind je het leuk, beluister ze dan ook gerust en als je het interessant vindt en waardeert, dan zijn we altijd heel erg blij met een rating volgende puntje. Deze prachtige Gold Republic pen gewonnen deze keer door Frans van der Pak. Frans gefeliciteerd met de pen. Hij komt zo snel mogelijk jouw kant op. Aan alle andere mensen die hebben gereageerd, uiteraard weer ontzettend veel dank. Zonder jullie kunnen we het niet. Dus we zijn erg blij met jullie en ik hoop dan ook binnenkort weer een nieuwe Gold Republic pen aan één van jullie te mogen schenken. Goed. Gaan we naar het Eerste puntje van economisch nieuws. En dat is dat er door een aantal banken en pensioenfondsen 400 miljoen is gereserveerd om tot maximaal zo'n 80 MKB bedrijven te kunnen um, assisteren of steunen in de komende periode. 400 miljoen um, met bedragen dus tussen de 5 en de 50 miljoen per bedrijf. Want, en ja, dat is toch. Goed, denk ik, om te noemen. Ik, ik ben ontzettend uh, verheugd over het optimisme dat leeft. En we zitten in de zomer. Uh, we mogen weer dingen. En daar ben ik, net als iedereen, ontzettend blij over. En ik hoop dan ook dat die economische groei... of die, die, nou, die terugkomst, dat die voortzet. Tegelijkertijd moeten we constateren... dat er een heleboel bedrijven zijn... Niet maar 80, die het nog steeds heel erg zwaar hebben. En die bedrijven, in ieder geval een klein aantal daarvan, daarvan wordt, daarvoor wordt nu dus 400 miljoen gereserveerd. En die bedrijven die kunnen eventueel aanspraak maken op die ondersteuning. Nou, wat zegt dat? Eén, dat er dus nog veel bedrijven zijn die het, ondanks dat het nu iets beter gaat, dat we iets meer vrijheden hebben. Um, dat die het ontzettend zwaar hebben. 2. Het geeft ook aan dat stel die NOW-regelingen, dus al dat bijgedrukte en geleende geld, wat door de overheid is uh, gebruikt om bedrijven te ondersteunen, stel die kraan die gaat uit, die kraan die wordt dichtgedraaid. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt er wat ik eigenlijk al eerder heb genoemd. Dan komt de echte pijn, want dat blijkt nu, en ik denk dat dat voor niemand een verrassing mag heten, dat die ondersteuning die is natuurlijk eenmalig gegeven, maar eigenlijk permanent nodig, want op het moment dat je bewust de economie stillegt en er is geen uh, permanente ondersteuning, dan ja. Zolang die economie niet weer volledig draait, en dat is heel moeilijk met al die schade die is aangericht, kan, kunnen mensen ook niet zonder die ondersteuning. Nou, je creëert er niet alleen dat, maar je creëert er ook zombiebedrijven mee. Bedrijven die misschien niet levensvatbaar waren, maar door die ondersteuning wel door hebben kunnen draaien. Misschien dat die bedrijven in alle. Positiviteit en het optimisme. Zelfs nog meer mensen hebben aangenomen. Nou, het, het zorgt er allemaal voor dat je eigenlijk op, een, op los zand aan het bouwen bent. Ja, en zo'n structuur die slaat natuurlijk bij de eerste, de beste storm. Uh, wordt dat zand weggespoeld en dan stort de structuur in elkaar. Nou, ik, ik hoop van harte dat het niet gebeurt. En ik, ik ben zelf in die zin. Ook echt een rasoptimist. Dus ik probeer ook te hopen voor iedereen dat onze economie het weer uh, um, ja, heel goed gaat doen. Dat uh, wij met z'n allen weer een aantal hele mooie jaren tegemoet kunnen gaan met economische groei. Ja, tegelijkertijd de kennis, de ervaring, um, de geschiedenis toont ons uh, iets anders. Namelijk dat het wel eens heel erg moeilijk zou kunnen worden. En je merkt dus dat daar in ieder geval door een aantal bedrijven. Op wordt voorgesorteerd. En ik vind die 400 miljoen die wordt gereserveerd ook daarvoor een indicatie. Het tweede puntje waar ik het even over wil hebben, is de woningmarkt. En dat doe ik met even een staartje welke ergens wordt geplaatst in het scherm. Namelijk het modale salaris omgerekend in euro's in 1990. En de, de gemiddelde woningprijs in 1990. En dezelfde situatie in 2020. Nou. Wat valt ons dan direct op? 1. In 1990 was een gemiddelde woning een 74.000 euro. Gemiddelde loon was 20.000 euro. Met andere woorden, je kon voor minder dan 4 keer je jaarsalaris je een huis kopen. Nou, kijken we naar de situatie nu, dan valt ons op dat dat gemiddelde modale salaris er zelfs ook in euro's... Ja, ja, we zijn nu bij 36.000 euro aangekomen. Dat is fors meer. Maar als je dan kijkt naar vervolgens die woningprijs. Die is um, er echt fors meer meer op. Uh, die is fors meer meer verhoogd. Het is nu dus zo dat je met een modaal salaris. Bijna 10 keer je jaarinkomen nodig hebt. Om een gemiddelde woning te kopen. Nou, dat brengt mij op een. Soort anekdote, in ieder geval een periode die ik heb meegemaakt. Namelijk een periode waarin je met één salaris niet alleen een woning kon betalen, maar ook een gezin kon onderhouden. En ook dat gezin nog kon voorzien van. Nou, er stond gewoon een auto voor de deur. En je kon ook nog één of misschien zelfs twee keer per jaar op vakantie. Nou, die situatie is echt voorbij. Want als jij nu. Met een modaal salaris een modale of een gemiddelde woning wil kopen, dan kom je daar niet. Want je kan met een, een salaris van 36.000 euro geen 3,5 ton lenen. Dus je hebt al een tweede salaris nodig, alleen maar voor het kopen van een woning. Nou, dan zie je ook dat. En ik kom straks even met het renteverhaal, want dat is natuurlijk wel de nuance. Dat vervolgens al het leven daaromheen. Um, ook veel duurder is geworden. En dat betekent dus feitelijk dat je met een éénverdienend gezin, een gezin met één inkomen, dat het heel erg moeilijk wordt. Zelfs als dat dus een modaal salaris is van, wat ik zei, 36.000 euro. Nou, wat is dan de nuance in het geval van de, de woningmarkt? Dat is natuurlijk de rente. Namelijk de rente in 1990 was 8% en de rente nu is, nou, afhankelijk van hoe lang je hem vastzet, is de rente laten we zeggen 1 of misschien 2%. Toch blijft dan als je er een berekening op na, uh, op, uh, als je een berekening maakt, is het wel zo dat je netto, uiteindelijk gaat het om netto. Wat ben je nu netto kwijt? Dat jij netto nu een stijl... Meer betaald voor diezelfde woning, ook inflatie gecorrigeerd, dan dat je deed in 1990. Nou, ik heb het er met Arno over gehad, ik heb het er met Eden over gehad, ik heb het met een aantal andere gasten erover gehad, dat die woningmarkt niet alleen een hele belangrijke indicator is en misschien meegenomen zou moeten worden in de inflatiecijfers, maar ook een onderdeel van die maatschappelijke ja, ik zou het bijna lijm uh, willen noemen. Want gezinnen waar kinderen tot een eind-20, begin-30 moeten thuis moeten blijven wonen omdat ze geen woning kunnen vinden, uh, ja, dat is natuurlijk een hele trieste situatie. En de gevolgen daarvan, die zijn ook maatschappelijk, nou, ze worden steeds duidelijker en niet te onderschatten. Ja, je hoopt dan natuurlijk dat die woningmarkt op een, bepaalde, op een bepaald moment zichzelf zou corrigeren, zodat het ook weer voor ja, zo'n iemand met een modaal salaris, misschien als éénverdiener, mogelijk is om een woning aan te schaffen. Tegelijkertijd, en daar, is het, uh, gaat het, uh, daar gaat Arno verder op in, is het daar ook overheden aan gelegen om juist door dat goedkope geld die woningmarkt. Zo hoog mogelijk te houden. Want stel nu, die woningmarkt die corrigeert met 10 of 20 of 30 of 40 procent. Wat heeft dat dan allemaal voor implicaties voor onze financiële instellingen bijvoorbeeld? En de banken, die zouden daar helemaal niet blij mee zijn. Dus die hebben er ook belang bij dat die woningprijzen zo hoog blijven. Nou, ik vind het toch belangrijk om ook in wat meer detail um, dit met jullie te, te delen. En ik vond nogmaals, dit staartje vond ik ontzettend. Ja, een ontzettend heftige, maar tegelijkertijd verlichtende, of in ieder geval een, uh, verhelderende illustratie over hoe groot dit probleem eigenlijk is. Nou, goed. Ik ga het ook nog even hebben over het beboeten van het gebruik van cash. Nou, cash is king, zou je willen zeggen. Sommige mensen zeggen cash is trash. Cash heeft in ieder geval een hele belangrijke functie in onze maatschappij. En. Het Nibud heeft dat ook geconstateerd, vandaar het is al wat, het nieuws is al een dag of vijf, zes oud, maar ik vind het toch belangrijk om het met jullie te delen, want zij hebben aangegeven tegen onder andere bijvoorbeeld ABN AMRO, die het, um, het gebruik van cash, het pinnen van cash wil beboeten. Uh, daarvan zegt het Nibud eigenlijk, doe dat nou niet, er zijn hele grote groepen mensen, ik hoor daar ook bij, die nog cash gebruiken. Nou, waarom gebruik ik nog cash als ik ook makkelijk kan pinnen? Eén, traditie. Ik vind het belangrijk om cash te gebruiken zodat um, mensen het blijven aanvaarden. En buurtwinkels, supermarkten, daar gebruik ik toch vaak cash. Twee, een vorm van um, onafhankelijkheid van het financiële systeem. Want, en dan kijk ik toch even naar. Waar willen centrale banken ons naartoe sturen? Nou, bijvoorbeeld naar een situatie waarbij elke transactie is te traceren, is te belasten, is te tracen. Um, en die situatie, die ontloop je eigenlijk op het moment dat je die briefjes uit de, de pinautomaat haalt. Dan ben je vanaf dat moment, wat jij verder met dat, dat, dat briefje doet... Dat is onzichtbaar voor, voor in ieder geval de, de instelling, de bank die je gebruikt. En dat vind ik een hele fijne situatie. Vandaar dat ik dus, één, omdat ik niet wil dat banken alles weten wat ik doe, gebruik ik cash. Twee, omdat ik het goed vind om het ook in circulatie te houden, gebruik ik cash. En ik zie ook de, de beweging van banken om het Gebruiker van te beboeten um, of daglimieten op te stellen. Elke online bank heeft bijvoorbeeld een daglimiet van 250 euro. Dus stel jij zit bij, nou ik noem even een bunk, dan kun jij maximaal 250 euro per dag pinnen. Nou, er zijn natuurlijk ook gewoon nog situaties waarbij het niet alleen fijner is om met cash te betalen. Wat nu als er een keer een, een, een stroomstoring is, dan is het toch ook heel fijn om wat cash in ieder geval toegankelijk te hebben. Om, om iets van cash te hebben. Zodat je naar de supermarkt kan om in ieder geval je boodschappen te doen. Nou, dat is denk ik een goede reden voor één ieder die één. geen cash gebruikt om het wel te gaan gebruiken. Maar twee. Die beweging van instellingen om cash te beboeten, dat vind ik in die zin ook een uh, tekenend. Omdat ja, er zijn landen waar dat al helemaal uitgefaseerd is. En ik denk het, uh, een, een, het meest sprekende voorbeeld, daar wordt overigens nog wel cash gebruikt, maar in veel mindere mate. En zeker in de stedelijke omgeving bijna niet. Dat is natuurlijk weer China. Uh, China heeft ook al een, een central bank digital currency. Heeft een social credit system. Nou, dat zijn allemaal bewegingen waarin. Overheden steeds meer controle willen uitvoeren, uitoefenen op hun eh, bevolking. Niet alleen dat, ze kunnen dan ook in zo'n bijvoorbeeld zo'n central bank digital currency kunnen ze ook iedere aankoop op een andere manier belasten. Ze kunnen eh, producten voor de een duurder laten worden dan voor de andere omdat het allemaal heel erg gepersonaliseerd kan worden. Nou en, en, en cash, met cash omzeil je dat probleem. Want zodra je het hebt, is het van jou, kunnen ze natuurlijk het devalueren middels inflatie. Um, en tegelijkertijd, als je dat voor lief neemt, in ieder geval voor een deel van je uitgaven, en je bent gebonden aan die valuta, dan denk ik dat, um, nou ja, dat het gebruik van cash in ieder geval te prefereren is boven het gebruiken van je telefoon voor elke transactie. Tenzij je het natuurlijk niet erg vindt dat financiële instellingen en overheden... Exact weten waar jij wat koopt op ieder moment van elke dag. Goed, dat was het laatste puntje. Um, ik hoop natuurlijk dat jullie dit weer een leuke uitzending hebben gevonden. Is dat nou het geval? Like hem dan even. Ben je nog niet geabonneerd, maar vind je onze content wel mooi? Dan vind ik het altijd ontzettend mooi als je even op die abonneerknop zou willen klikken. Heb je een vraag of een opmerking? Hieronder in de comments section probeer ze altijd zelf even te beantwoorden het worden er steeds meer natuurlijk en daarvoor veel dank dus het kan ook zijn dat jullie een reactie krijgen vanuit Gold Republic heel erg fijn in ieder geval dat jullie reageren ik ben er ontzettend blij mee en ik hoop dat we elkaar weer zien bij een volgende aflevering van Goudkoorts